Wat leuk dat je er bent. Wat een eer, hartstikke gaaf. Misschien wil je eerst even iets over jezelf vertellen. Je bent namelijk niet alleen schrijver, maar ook activist. Ik denk natuurlijk veel mensen die je daarvan kennen. Ik ben als activist eigenlijk wel begonnen. Dus vanaf 1970 ben ik betrokken geraakt bij de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Niet met het idee dat dat heel erg lang zou gaan duren. Ik heb niet zo heel lang geleden een eerste televisie-interview gezien met mezelf voor Brandpunt in 1974. En daar zeg ik vol vuur dat Nelson Mandela ogenblikkelijk moet worden vrijgelaten. En dat was werkelijk met het idee dat het allemaal niet zo heel lang zou gaan duren. Maar zoals iedereen weet, pas in 1990 is hij uit de gevangenis vrijgelaten. En in 1994 zijn de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika gehouden. Ja, dus tot die tijd ben ik betrokken geweest bij die strijd. In eerste instantie dus gewoon de opbouw van de anti-apartheidsbeweging, die toch wel, durf ik toch wel te zeggen, een van de grootste internationale solidariteitsbewegingen in Nederland is geweest. Maar ik ben ook vanaf 1986 tot en met 1991 betrokken geweest bij de ondergrondse strijd in Zuid-Afrika, Operatie Vula. Nou, ik wil heel graag zo nog wat meer hebben over die strijd en over solidariteit, maar... Je zit hier nu ook omdat je een prachtig nieuw boek hebt uitgebracht. En je bent ook bekend, daar komen we zo veel meer over te spreken. Maar je bent nu ook bekend als schrijver, auteur. Je zou kunnen zeggen dat dat iets heel anders is als activist. Maar hoe verhoudt zich dat met het activisme? Nou ja, het sloot eigenlijk vrij naadloos aan op die betrokkenheid bij die ondergrondse strijd. Omdat ik al heel snel het gevoel had... Eigenlijk toen ik ermee bezig was, omdat heel veel Nederlanders erbij betrokken waren. En het, misschien moet ik heel even iets vertellen wat dat was, wat het inhield. Ja, het is namelijk vrij kort, het heette Operatie Vula. Het was een hele geheime operatie, omdat het ANC, dus de African National Congress, de organisatie van Nelson Mandela, had in die tijd nogal problemen met infiltratie. Dus het was heel erg lastig om iets van de grond te brengen, van de grond te trekken met wetenschap van veel mensen. Dus was er besloten dat dus de leiding, Oliver Tambo, toen de president was en een aantal andere mensen, dat die vrije hand zouden krijgen om iets te gaan organiseren. We hebben het over 86. Dat was de tijd dat er al een soort signalen waren. Dat er dus, laat ik zeggen, dus het apartheidsregime in Pretoria begon al, ja... Te verkruimelen. Ja, te verkruimelen. Verkruimelen, misschien een beetje... barstjes erin. Hele lichte barstjes werden zichtbaar. En een van de problemen waar het ANC mee te maken kreeg, is dat het verzet in Zuid-Afrika zelf heel erg gefragmenteerd was. Vergeet niet, het was voor de tijd dat er dus iPhones waren voor internet. Dus in dat gigantische land moesten mensen dus onderling contact onderhouden. En gezamenlijk acties van de grond trekken. Terwijl er dus een heel erg repressief regime dat ze uiteraard wilden voorkomen. Dus het idee wat ontstond om dus via die operatie Vula de leiding van het ANC, laat ik zeggen dus belangrijke mensen binnen het ANC, ondergronds het land binnen te brengen, opdat die dus contact konden leggen met al die groepen overal in het land. En laat ik zeggen, en ze allemaal onder één programma te brengen. Dus als het zover zou zijn, dat men met één stem zou spreken. Want dat is natuurlijk iets, dat is een oude truc gewoon, weet je, dat Pretoria natuurlijk het idee had van, we zorgen gewoon dat de boel, weet je, flink uit elkaar gespeeld wordt, dat er absoluut het tegenovergestelde van eenheid is. Mm-hmm. Nou goed, en dat wilde men dus voorkomen. Het was een uitmuntend plan, moet ik je zeggen. En het idee was dan om mensen, iemand die uit Durban kwam, Durban, Kaapstad enzovoort, nou, ze hebben toen mij gevraagd, ik kende natuurlijk dit ANC vanaf 1970 eigenlijk, 71. Dus er was een hele vertrouwde relatie, weet je. Ze vertrouwden me echt door en door. Dat konden ze ook. En ze hadden namelijk hulp nodig op een heel specifiek gebied. Deze mensen die dus ondergronds dat land in moesten, die waren heel erg bekend bij de geheime dienst. Dus die zouden er zo uitgepikt worden. Het binnenbrengen zou al een probleem geweest zijn. Nou. Dus dat, en in die tijd had ik ontzettend veel contact met theatermensen en filmmensen, omdat we heel erg veel deden aan cultuur, aan culturele evenementen.
Dus ik heb toen een groep samengesteld van kostuummakers, pruikenmakers, make-up mensen, enzovoort, tandarts, een enorme ploeg. En die, wat niet makkelijk was, want ik kreeg dus te maken met mensen die dus in de theater- en filmwereld, nou, als er ergens geklept wordt, dan is het daar wel. Dus en iedereen moest natuurlijk beloven om dit geheel geheim te houden, wat ook echt helemaal gelukt is over al die jaren. En dus deze groep had ik na de hand, moest er ook, goed, het idee was dus, deze mensen zouden vermomd worden, dat gebeurde ook in Amsterdam. Dan, ze kregen ook een training. Dus een deel van de training deed ik, een ander deel deden de Cubanen, die heel erg goed in zijn. In Oost-Duitsland gebeurde ook wel het een en ander. Je moet je voorstellen, dat waren natuurlijk de mensen die ons steunden. En het, als deze mensen dan zeggen, laat ik zeggen, dus gereed waren om het land binnen te gaan. Dus meerdere vermommingen hadden die ze zelf op en af konden doen. En het was wel wat meer dan alleen maar een snor opplakken hoor. Mm. Dus het ging echt vrij diep. Ik bedacht dus een hele nieuwe persoonlijkheid voor iemand. En dat oefende ik dan, weet je, met ze. Dus ze moesten een stuk ouder zijn en weet ik veel, een dominee of een zakenman of zoiets. Nou. En, dat mannen en vrouwen waren dat, wit en zwart. Dus uit alle geledingen van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Als ze dan eenmaal in het land, dus ze moesten natuurlijk het land binnengebracht worden. Daarvoor hebben we een aantal auto's verbouwd. Zodat dus mensen in, onder die auto's, nou ja, zoals je iemand een over de grens brengt met een auto. Nou, dat gebeurde dus hier. Ik moet zeggen dat Hans Dulfer, die jullie misschien wel kennen, die was destijds, zat hij in de auto-business. En die was wel in voor zoiets lekker geheims. En die heeft me dus heel erg geholpen met het aanschaffen van die auto's en de verbouwing ervan ook. Het goed, als deze mensen eenmaal binnen waren, ja, dan moesten ze dus een plek hebben. En ze konden dus niet verblijven bij hun bij familie of bij oude comrades, kameraden, weet je. Dat zou hartstikke gevaarlijk zijn geweest, want ik bedoel, dat zoiets kan uitkomen en dan is in één keer zo'n hele operatie weg. Dus ik moest mensen, Nederlanders, recruteren. Daar was het voordeel van, het wit zijn was natuurlijk heel erg groot, omdat die konden het land binnengaan, een baan zoeken, een vriendenkring, een huis en een auto, ze kregen alles van ons. En die ze creëerden dus een safe house. Dus een situatie waarbinnen ze dus iemand van het ANC, en die kwam daar dan, was dan vaak iemand van de hoog uit de leiding van het ANC, en die werd dan tuinman. En die werkte dan als tuinman binnen dat dus Nederlandse echtpaar, of Nederlander als een enkeling. En die woonde daar, en Nederland hadden ook nog wat meer taken, ze moesten ook mensen ook naar plekken brengen en zo. En ik gaf mensen ook altijd de keus. Of ze wel of niet met wapens te maken wilden hebben. Als mensen het niet wilden, dan gebeurde dat niet. Als ze zeiden van, nee, maar, ja, ook, dan wel dus. En dus dat waren een aantal. Daar had ik ook nog koeriers daarnaast. Daar zat dus ook al een heel creatief proces in, ja, dit hele. Ja. En het gekke is, ik heb dat natuurlijk, voor mij was dat allemaal normaal. Toen het allemaal voorbij was, hebben we wel eens gesprekken gehad. Dat ze zeiden van, ja, die Zuid-Afrikanen stonden er echt van te kijken. Dat het voor mij zo volstrekt normaal was om dit soort activiteiten uit te voeren. Maar ik ben van 48. Dus ik weet gewoon wat in het verzet gebeurde, dat soort dingen. Documenten vervalsen. Ik draaide mijn handen niet voor om. Ik wist ook precies bij wie ik moest zijn. Ik was in die tijd lid van de CPN. En dat was buitengewoon handig. Omdat grafische ontwerpers zaten daar. Zaten mensen die in het verzet hadden gezeten in Nederland. In Spanje hadden gevochten. Dus dat was, daar kon ik allemaal op een voorzichtige manier mee praten en die ervaringen allemaal inbrengen. En ik, na de hand heb ik die Zuid-Afrikaan daar ook over verteld, weet je, hoe belangrijk of dat was. Maar goed, ik zeg het al, vertel dit allemaal omdat toen dat eenmaal voorbij was, toen dacht ik, wat ik nu moet doen is zo snel mogelijk alles op papier zetten. Een boek schrijven, dan gaat het niet om de verkoop of zoiets, het gaat om dat het in bibliotheken komt. Dus ik heb Operatie Voelaar geschreven, wat met een hoop tamtam werd gepresenteerd bij Sonja op zaterdagavond. En zo. Daar hebben we ook echt goed voor gezorgd, veel mensen het wisten, dat het boek in de bibliotheken kwam. Opdat, net als ik, van Hanny Schaft, een boekje over, heel lullig dun boekje over Hanny Schaft, wat ik stuk heb gelezen, weet je. En wat me zo geïnspireerd heeft. Ik dacht, dat is mijn taak, dat moet ik doen, dat is, ben ik verplicht naar Nederlanders toe. Dus jouw schrijverschap is vanaf dat moment ook, daar zit wel wat vuur in, toch? Een activistische activiteit. In het verlengde
In feite ben ik ook altijd activist gebleven. Nou, laten we dan even over dit boek hebben. Ja. Want je hebt daarna allemaal super interessante boeken geschreven. Ik zou het heel graag nog willen hebben over de Witboy en Namibië en allemaal dat soort dingen. Maar we hebben maar beperkt tijd, helaas. En dit boek is fascinerend, want het pakt ook een heleboel dingen van jezelf en over activisme. Dit gaat over je oma en je moeder en over jou. Ja. Maar het begint, ik ben dus heel hard op weg om het uit te lezen, maar het begint in eind 19e eeuw. Ja. Met je moeder heb je gesprekken gevoerd. Ook, nou, dan wil je misschien zo wel wat over vertellen, ook dingen op bandjes opgenomen. Nou, van jezelf, dat kun je prachtig hier zo oplepelen. Maar je oma, ja, hoe kon je daar in vredesnaam mee... Ja, het is heel sprekend, inderdaad heel ronkend en heel inspirerend, al het eerste stuk al. Maar hoe kon je je oma invulling geven? En dat, nou, misschien wil je er iets over vertellen. Het speelt zich af in IJmuiden. Ben je begonnen om dat op te bouwen? Nou ja, het was een vrij groot probleem. Omdat ik, voor mijn moeder had ik dus, ik had haar op een band, bandjes opgenomen, op cassette bandjes. Dus mijn moeder kon ik, daar had ik gewoon voldoende hou vast mee. Nou, mezelf is natuurlijk licht voor de hand. Maar die oma, waarvan ik alleen maar wist dat het een ontzettend eigenwijs iemand was. Omdat dat, ja, alles wat er over haar verteld werd, kwam van mijn vader en van mijn moeder een beetje. En dat was altijd in negatieve zin, weet je, van dat oude eigenwijze wijf werd er altijd gezegd. Op die manier werd er over haar gesproken, dus in negatieve zin. En dat had ermee te maken dat mijn oma een rooie was. Dat werd bepaald niet gewaardeerd. Maar ik was nu buitengewoon geïnteresseerd. Ik wist vrijwel niks van haar, heel weinig. Ik heb haar wel gekend, dus ik wist wel de type vrouw wie ze geweest was. En toen ben ik gaan zoeken. Want het, zoals ik vroeger voor eigenlijk bijna alle boeken altijd overal de archieven ben ingegaan. Wat echt fantastisch is om te doen hoor. En daar een enorme zoektocht op te zetten om te kijken of ik materiaal kon vinden. Nu kan ik dat natuurlijk gewoon thuis doen hè. Dus met mijn laptop klap ik open en ik ga via Google zoeken. Dat heb ik dus ook gedaan. En dat zomaar een beetje in die tijd. Dus in Muiden, 1886. Ik wist de buurt waar ik in geïnteresseerd was, werd de Heide genoemd. Daar woonde het arme volk. En dat, dus dat had ik erin getypt. En toen op een dag, ik heb het toch nog eventjes hier. Normaal geef ik een lezing en dan zit het allemaal natuurlijk allemaal. Ja, hier heb ik hem. En toen gebeurde het op een dag, op een ochtend, vergeet ik nooit, was echt een historisch moment voor mij, dat ik op mijn scherm, nadat ik dus een aantal van die zoektermen had ingevoegd, zomaar in één keer een pagina uit Recht voor Allen op mijn scherm verscheen. En dat was een aankondiging voor een openbare vergadering van de Sociaal-Democratische Bond op zondag 21 december 1884. Om 12 uur zou Domila Nieuwenhuis daar spreken. De entree was 5 cent en de discussie na afloop vrij. En het geheel zou plaatsvinden in een lokaal. Het was een enorme schuur achter een café op die heide. Nou, ik was helemaal verbijsterd. Daar wist ik niets van. Ik had ook nooit en Muiden en Domila Nieuwenhuis. Dat was voor mij nooit samengekomen. Dus ik... Het is het begin geweest van een fascinerende tijdreis. Ik ontdekte dus dat er een dat ik beeld op mijn scherm had gekregen via www.delver.nl. Vele van jullie zullen dat wel kennen. Grootste online krantenbak in Nederland. Fascinerend. Als je dat leest, want wat ik namelijk vervolgens deed. Ik begreep dus al snel dat was in zijn geheel gedigitaliseerd door het Instituut voor Internationale Geschiedenis. Daar hebben ze dus echt alles wat ze daar hadden, hebben ze toegankelijk gemaakt voor ons. En wat voor dingen kwam je dan tegen die nuttig waren voor je boek? Nou ja, ik kom dan zo'n aankondiging tegen en ik denk van ja, wie weet. Ik begon dus een beetje een idee te krijgen dat Recht voor Allen, dat maakte dus gebruik van iemand op de heide, dus naast IJmuiden, die dus een verslag schreef. Jaan Schweitzer heette ze. Ze was een strijkster uit Beverwijk. En ze was dus door Domila Nieuwenhuis als een soort correspondente van de heide opgeleid of wat dan ook, of aangewezen. In ieder geval, ze kon goed schrijven. En ze schreef dus stukjes. Dus ik dacht,
als er zo'n bijeenkomst is geweest, heb je kans dat er dus ook een verslag is. En, jawel hoor, nou, weet ik wel, in misschien 3-4 dagen daarna, of iets langer denk ik hoor, stond er dus een verslag van die bijeenkomst. En dat was echt fascinerend. Dat ging iets als, de opkomst was enigszins teleurstellend. Slechts 600 mensen waren op komende dagen. We hebben het hier over een houten schuur op het zand. Doodarme mensen op klompen die daar gezeten hebben op bankjes of gestaan. En Domela heeft hen daar toegesproken. Want die mensen op de heide, even voor het begrip, dat waren dan veel mensen die ook daarvoor het kanaal hadden gegraven. Ja, dat waren de oud-kanaalgravers. Dat was natuurlijk ook fascinerend voor mij, omdat ik had al eens een boek over die kanaalgravers geschreven. En ik heb me altijd afgevraagd, weet je, wat is er met die mensen gebeurd en zo. En dus dat zijn die kanaalgravers, maar goed, omdat IJmuiden enorm in bloei kwam. En er kwam ook een vissershaven en het Noordzeekanaal zelf stortte steeds in. Dus er was heel veel, daar heel veel arbeiders nodig. En die mochten dus niet in het toen al nog chique IJmuiden wonen. Die werden dus uit de Muiden min of meer verdreven in wat toen eigenlijk een hele grote achterbuurt was. En dat was die heide. Waren dat zelfgebouwde huisjes? Of dat waren krotten. Ja, echt krotten. En een deel van hen zal ook analfabeet zijn geweest. Ik denk een heel groot deel. Heel groot deel moet dat geweest zijn. En die mensen kwamen daar. En Domela was natuurlijk, ja, als je dat leest, die toespraken die hij hield. Want het ging hem maar niet om mensen te bevestigen in hun ellende. Maar het ging hem erom dat ze begrip kregen, weet je, waarom ze zo arm waren en wat er tegen te doen was. En daar nam hij ook altijd alle mensen voor mee, weet je. Dus daar zijn vakbonden opgericht, de vrouwenstrijd is aan de orde geweest, dat komt zo nog op. Maar goed, om nog even aan te geven van hoe geweldig dus dat Delver.nl is en wat je daar dus allemaal niet kunt vinden, is dat ik in dat verslag, waar dus de opkomst zo teleurstellend was geweest, dat daar bijvoorbeeld ook melding werd gemaakt dat na afloop werd er, zoals te doen gebruikelijk, de Marseillaise werd gezongen. Dus deze mensen zongen in het Frans de Marseillaise. Dit was het lied van de hoop, van broederschap, van gelijkheid, dit was de toekomst. Dit was het socialisme waar Domela het over had. En dus, nou ja, dat was natuurlijk iets. Ik heb daar werk met mijn mond los, heb ik dat allemaal zitten lezen. En dit was een geschiedenis van dat gebied waar ik zelf woon, die volkomen onbekend was. Maar je wist wel dat je oma daar gewoond had en ook een rooie was. Dus ja, de kans dat die daar mee in aanraking is gekomen, dat moet gewoon zo zijn geweest. Ja, ze had een café, dus de kans dat ze daar kwamen was. Dat ligt wel voor de hand. En wat mij boeit is om dan te gaan onderzoeken, hoe kan ik nou zo'n verhaal brengen naar die IJmuidenaren? Dat is dan toch, laat ik zeggen, mijn eerste publiek, weet je. Ik wil gewoon dan het verhaal zo vertellen dat het boeiend is, weet je. En dat zij het lezen. Want het is natuurlijk, ja, ik kan wel voor het keurige lezerspubliek van Atlas Contact, mijn uitgeverij, aan de slag. Maar ik wil boeken schrijven die toegankelijk zijn voor. En ik denk altijd aan mijn buurman die met zijn hondje, die loopt altijd langs. En dan ben je weer met een boekie bezig. Ja hoor. Geen, niet te veel moeilijke woorden hoor. Weet je zo, dat is ongeveer. Nou, ik moet zeggen, maar goed, ik ben sowieso niet de meest kritische persoon, omdat ik het allemaal fantastisch vind. Maar ik vind dat je heel erg goed die tijd tot leven brengt. En dat je ook, nou, wat ze eten en hoe dat dan in zo'n kroeg gaat en met die kostgangers. Het geeft een heel mooi tijdsbeeld. Ja, maar weet je waardoor? Doordat ik alsmaar die kranten las. Dus ik kreeg die toon helemaal te pakken van wat er in die, van hoe er met elkaar gesproken werd, de beoordeling. Ik vond bijvoorbeeld ook dat over analfabetisme gesproken, dat dan was er weer een aankondiging dat kameraad Bontebal uit Haarlem zou overkomen om voor te lezen uit de Max Havelaar. Oh ja. Dat is toch geweldig. Deze mensen kwamen dus dan, raakten dus geïnformeerd over wat er in Indië speelde. En dat was helemaal niet zo gek. En Domela maakte daar ook een punt van. Omdat er namelijk de oorlog in Atjeh speelde in die tijd. Dus er werd geronseld in deze arme groepen. Weet je. Dus daar kwamen die ronselaars. En dan waren deze mensen, dankzij de Max Havelaar, waren ze geïnformeerd over wat er in Indië speelde. Dus wat zo belangrijk is in jouw activistische leven is ook die solidariteit. Hè? Mm. Want daar gaat het natuurlijk voor een heel groot deel om. Maar dat was dus ook al in deze hele vroege socialistische beweging speelde solidariteit. Zelfs met volkeren
nou, echt aan, letterlijk aan de andere kant van de wereld ook al een rol. En kwam dat op andere manieren ook nog terug? Ja, je ziet het natuurlijk in wat er de sprekers die naar de heide kwamen. Ik moet er trouwens nog even iets bij zeggen over... Het verbaasde mij natuurlijk. Dominee Nieuwenhuis kwam soms wel 3-4 keer per jaar. Reisde niet dus van waar hij dan op dat moment zat helemaal af naar dat kleine, die kleine groep, die kleine nederzetting. Om daar dus deze mensen toe te spreken. En ik vroeg me af, weet je, hoe kan dat nou toch? Totdat ik eindelijk erachter kwam dat hij dus dominee was geweest te Beverwijk. Oh ja. In de tijd dat het kanaal gegraven werd. Dus in de tijd, hij heeft dus met eigen ogen gezien onder wat voor gruwelijke omstandigheden dat kanaal gegraven is. En die mensen hebben moeten wonen daar. En dat heeft hem waarschijnlijk voor zijn leven verbonden. Want tot vlak voordat hij doodging, is hij dus naar de heide blijven komen. En dat kun je dus allemaal. Ik zou dat nooit geweten hebben. Want er zou geen reden voor mij zijn geweest om naar het ISG te gaan en in die kranten te gaan zoeken. In de burgerlijke pers... Nee, dat was het punt. Ja. En goed, dus toen ik eenmaal dat in de gaten had, dacht ik... Wauw, weet je, dit is iets fantastisch. Maar goed, ik zag meteen het gevaar. Want namelijk, ik weet niet of je dat wel eens zelf... Of jezelf is wel eens zo'n pagina, zo'n krantenpagina op je scherm. Maar dan, ik ga alles lezen. Ook de advertenties en de korte berichten van... Oh, weer iemand omgekomen in het kanaal en nou ja, enzovoort. Dus ik ga alles lezen, omdat het namelijk het hele tijdsbeeld... Weet je. Dus ik heb toen iemand gevraagd, een vrouw in Muiden, om het voor mij te lezen. Dus ik zocht dan gewoon dus een aantal data, wat steekwoorden die zij kon gebruiken. En dan ging zij aan de gang 's avonds. Om jou specifiek stukjes te kunnen geven die je aan je oma en aan het verhaal zou kunnen geven. Ja, omdat anders dan had het boek over 10 jaar, want dan had ik nu nog in 1892... Met mijn tong uit mijn mond zitten lezen, weet je. Dat is, Wil je inderdaad nog kort iets vertellen over de rol van vrouwen? Inderdaad, je noemde het al net al een beetje in die tijd. En dat is ja, dat was iets wat mij ook... Ik rolde van de ene verbazing in de andere. Ik moet even één ding nog vertellen. Is dat bijvoorbeeld, wat ik op een dag tegenkwam, is dat er voor mij ontzettend ontroerend iets... Ik heb mij natuurlijk altijd afgevraagd. Mijn hart is natuurlijk met die kanaalgraven, zoals je begrijpt. En ik... Dat deze mensen geen vakbond hadden, niet georganiseerd waren. Dat alleen maar een soort wilde stakingen waren die altijd, weet je, dus heel akelig werden neergeslagen. En Domila heeft toch met Janus van MNS, de opa van Viola Holt, dat zegt jullie niks, maar dat was ooit een televisiester. Ja, je hebt net de leeftijd om dat nog te weten. Ze vond het nou fantastisch, ik heb het te laten weten. Haar opa heeft dus, dat was een onderwijzer, een groot aanhanger van Domina Nieuwenhuis ook. En die heeft dus de Nederlandse, dan moet ik even proberen grondwerkers- en baggerliedenvereniging opgericht. En die heeft dus deze mensen een vakbond gegeven. En dus die is die heide geweest, mocht ik er toch één keer bij zijn. En die heeft daar dus al deze oud... En nog altijd natuurlijk toen actieve kanaalgravers toegesproken en die bond is in het leven geroepen. En bang, meteen de ene staking naar de andere staking. Dus je zag meteen het resultaat. En het kreeg echt allemaal vorm. Een ander aspect wat je dus erbij naar vroeg is dat ik op een gegeven moment dat kwam met allerlei, weet je, dus de beroemde volksmannen uit Amsterdam, die spraken daar natuurlijk altijd Fortuin en nou ja, de hele reuze, die kwamen er allemaal naartoe, want het is, schijnbaar vonden ze dat ook heel erg leuk, of interessant, maar er kwamen ook meer en meer jonge vrouwen, Cato Hoogstraten, heel begin 20, Geertje Kleestra ook al. Ja. En dit waren jonge vrouwen, ik noem er maar twee, want dat is een hele waslijst te maken. En die kwamen dus dan of alleen of mee met iemand. En die spraken daar dus hele geweldige, op een hele geweldige manier spraken ze dus de vrouwen toe. Dus niet alleen de vrouwen, want ze gingen enorm tekeer tegen die mannen ook. Omdat natuurlijk drankgebruik en al dat soort dingen, huiselijk geweld, was allemaal natuurlijk volop aanwezig. En daar gingen ze wel... En deze jonge vrouwen die deden dat op een hele indrukwekkende manier. En ik vond dat dus, de hele Domela Nieuwenhuis, natuurlijk, ja, gewoon een hele geweldige man. En die, hij werd zo onderschat. Want dit zijn allemaal dus, laat ik zeggen, initiatieven van hem geweest. Dat is voor mij heel erg herkenbaar. Dus dat in het leven roepen van al die vakbonden.
En wat ik had voor de metaalwerkers en voor de klerenkastmakers, noem maar wat, en voor de schoenmakers. Allemaal, al die bondjes kwamen, die gingen naar de hand, werden ze natuurlijk wat verenigd. En niet alleen dat, maar ook voor vrouwen, dus jonge vrouwen. En die nam ik mee. Het was niet alleen maar dat ze dus daar spraken. Maar dan, doordat ik die kranten had, zag ik dus dat ze in Alkmaar en in Heerhugowaard. En dan dus door heel Friesland heen. Want hij was natuurlijk in Friesland, was hij us verlosser. Ja. Domela. Maar hij nam dus deze jonge vrouwen mee en die traden daar met hem op. En daar gaf hij dus een podium voor, stond hij af ook, ja, om hen... Ja. En als je die toespraken leest, zeg. Ja. En iets anders is bijvoorbeeld op een gegeven moment dat ik erachter kwam dat Sjaan Schweitzer, die was voorzitter van de Sociaal-Democratische Bond. Dat was een voorloper van de Socialistenbond. En daar was zij dus voorzitter van. Dus dat was in de, en dan heb ik het over 87, 88. Dus daar is zo ongelooflijk veel te ontdekken. Ja. Een geschiedenis die dus helemaal gewoon weggewapperd is en in dus ergens in de schaduw hangt. Door deze digitalisering van deze kranten, want ik heb het nu over Recht voor Allen, maar er zijn er veel meer. En dat is bovendien, zijn dat dan woorden vanuit hen zelf. Dus het is niet een of andere burger van het Handelsblad die over het grauw schrijft. Nee, exact. Het en zijn ook nog eens eigen woorden. En ook nog eens op het moment zelf. En dat maakt het zo indrukwekkend. Omdat, verser en krijg je het eigenlijk niet, weet je. Ik wil het nog even verder hebben over die solidariteit. Want dat Domela daar naartoe gaat is natuurlijk ook uit solidariteit met die mensen daar. Ja. Je had het over... Dat zij het hadden over Indië, maar ik heb ook eerder gehoord dat ze een keer een meeting hadden over Sacco in Vincetti, dat daar de Amerikanen die waren opgepakt en ter dood zouden worden gebracht. Dus dat is een heel belangrijk element ook van die strijd geweest. Ja. En toen jij, daarna gaat het boek dus over je moeder en dan een stuk over jou, maar het eindigt eigenlijk op het moment waarin jij ook tegen echte solidariteitsvraagstukken oploopt. Kun je ons daar een beetje in meenemen wat dat met je deed toen je voor het eerst tegen die strijdpunten van het ANC aanliep? En dat je dacht, hier kan ik iets aan doen. Ja, mag ik nog heel eventjes terug naar mijn moeder toe, omdat het een beetje aansluit op toen ik eenmaal dit in de gaten had. Zal ik wat water voor je pakken in de tussentijd? Praat jij even over? Ja. Je denkt die waterval aan woorden die... Toen ik eenmaal in de gaten had, dus dat dit een hele goede manier was om de geschiedenis body te geven, weet je. Om dus dichterbij te komen bij wat er zich afgespeeld had. Dacht ik van, kijk, mijn moeder had van alles verteld. Hè, van bandjes, gewoon zoals iemand, een oude vrouw van 86, zich van alles herinnert. En dat was allemaal heel aardig en zo. Maar bijvoorbeeld had ze een opmerking van, ik schaamde me natuurlijk wel af en toe voor mijn moeder hoor. Want dan liep ze weer te collecteren voor Spanje. Want jouw moeder was geen rode. Nou ja, mijn moeder was niet. Nee, maar uiteindelijk was ze wel. Ik bedoel, weet je, steunde ze mij wel. Maar ze had zo een behoefte om uit die armoede weg te komen. En ze had het gevoel dat dus eigenlijk, weet je, dat solideerde, dat die armoede, weet je. Dat, goed, in ieder geval dus zo'n opmerking werd dan gemaakt. En wat ik dus deed op dezelfde manier, ging dus kranten zoeken uit die periode, dus de jaren 30. Om te kijken in Beverwijk wat er zo gebeurd is. En op die manier vond ik dus, kwam ik erachter dat dus zowel in Beverwijk als in Hemuiden, dus het, ik wou zeggen ronselen, maar dat is ook niet, dat het... Het recruteren van mensen die gingen strijden bij de internationale brigades. Dus jonge mannen, jonge vrouwen die daar naartoe gingen. Dat was dus behoorlijk hoog. Dat waren echt, en dat ging maar door. Dus ik ging dat heel zorgvuldig lezen. En ook, maar ook andere kranten, hè, dus meer de burgerlijke pers. En daar werd dus bijvoorbeeld, daar verschenen dan weer artikelen van dat hoe schande of het was, weet je. Dat er weer iemand opgepakt en die had dus mensen geronseld voor Spanje. En zo, en goed, en dus heel langzamerhand bouwde dat beeld zich veel beter uit. En ook de oorlog, mijn moeder, weet je, dan kun je zien dat oorlogstrauma van mijn moeder, dat begint dan steeds meer op te spelen. Dan wordt ze steeds fragmentarischer in wat ze zegt. Maar door die kranten kon ik dat dus, weet je, dat beeld eigenlijk compleet maken. En gek genoeg, dat heb ik dus voor mezelf ook gedaan. Dus mijn eigen geschiedenis, want ja, ik bedoel, de geheugen, iedereen weet het, weet je. Je moet altijd argwanend zijn. Maar, dus alles wat ik me herinnerde,
kon ik bijvoorbeeld, doordat ik weer een voorpagina van een Volkskrant uit die tijd zag, uit van 1963 of 64, wij lazen de Volkskrant thuis, alleen al het zien van die krant, een beetje stimuleerde enorm mijn herinneringen. En daar las ik dan, dat dacht ik, verdomd ja, zo zat het, dat werd gezegd, weet je. En zo, dus ik heb het allemaal op die manier dus opgebouwd en ik denk echt dat het, dat durf ik dat schaamteloos in te zeggen, ik geloof ook wel dat het gelukt is, weet je. Ik ga ook nooit meer anders werken, omdat deze authentieke bron, die dus nu gewoon, dankzij dat geweldige instituut, voor ons allemaal toegankelijk is, betekent dat we dus de geschiedenis van ons is. En dus niet langer uitsluitend bij een aantal mensen die daar... er zijn een hele goede bij natuurlijk, maar het is toch ook wel... Je hoeft niet naar een chic instituut te reizen om daar aantekeningen te nee, maken. Nee, maar ook en natuurlijk ja, in de geschiedenisboekjes en zo. Het is, in de Muidenloop is ook allemaal natuurlijk van, hè, wat? Nou, dat hebben we gewoon geen idee dat zich dat allemaal heeft afgespeeld. Nou, super interessant. Oh ja, sorry, maar je vroeg natuurlijk... Ik vind het allemaal hartstikke interessant. Dus alles wat je vertelt is helemaal goed. Maar inderdaad, ik wilde het nog even hebben over die solidariteit die we al net hebben besproken bij de mensen op de heide, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook in jouw eigen leven, waar we het al over hebben gehad, dat het natuurlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Je hebt daar heel lang en heel veel voor gedaan. Maar ja, dat eerste moment dat je daar tegenaan loopt... En dat je besluit om je daarvoor in te gaan zetten. Kun je ons daar een klein beetje in meenemen? Hoe dat dan werkt? Ook omdat het... Nou, ik wil het zo ook even hebben over solidariteit vandaag de dag. Waarvan men zou kunnen zeggen dat iets te weinig voorkomt. Ja, hoe ben jij dan... Nou ja, dat is gegroeid. Ik ben opgegroeid in Arnhem. In een hele burgerlijke, benepen... truttige sfeer, kan ik maar zeggen, weet je. Echt de mensen die dus uit die armoede komen, zowel mijn vader als mijn moeder, weet je, en die dus maar één ding hebben, niet de kop boven het maaiveld, weet je, niet opvallen, netjes zijn, de pastoor over de vloer, et cetera. Zo. Nou, ik, om de een of andere reden was dat altijd iets wat mij heel erg tegenstond. Ook omdat ik vond het leugenachtig, weet je. Ik vond het oneerlijk. Er was iets aan wat mij dus, wat mij heel erg tegenstond. En ik begon dus, ik keek meer en meer, begon ik het nieuws te volgen. Omdat dat speelde bij ons thuis wel een rol. Ik had de twee broers en zo, en dat werd dus aan tafel komt wel aan de orde. En ik herinner me heel goed dat, bijvoorbeeld zoals de moord op Kennedy. Dat was iets waar dan de meisjes in de klas, ik had een keurige middelbare school. En de meisjes in de klas, die waren dan allemaal heel erg van, oh, verschrikkelijk. En ik vond, het kon me gewoon helemaal niks schelen. Maar toen, en niet zo heel erg van later, Martin Luther King, dus omgebracht. En wat daaraan vooraf ging natuurlijk, die van enorme belang, beroemde speech die hij gehouden heeft. En al die, dat ik dus op dat zo lullig klein zwart-wit televisieschermpje, dat ik in één keer allemaal mensen zag waarvan ik het gevoel had van, daar, misschien hoor ik daar wel bij of zo. Dus in ieder geval, daar ging mijn hart wel iets harder van kloppen. En dat... En toen Martin Luther King vermoord werd, dat was wel een... Dat maakte wel een heel duidelijk impact. En toen deed zich natuurlijk het fantastische gegeven voor dat... Wij woonden naast een familie en die hadden een tante in Pretoria. Dat is altijd een begrip in mijn hoofd gebleven. Een tante in Pretoria. En zodoende werd dus bij ons thuis gesproken over wat er in Zuid-Afrika gebeurt. Over de verschrikkelijke terrorist Nelson Mandela. Daar wisten ze dus bij ons naast alles van, want de tante in Pretoria die deed daar dus in uitvoerige brieven verslag van. En ik begon steeds meer gefascineerd te raken, omdat ik begon te zien dus dat ja, Martin Luther King, dat was dus echt geweldloos en geweldloze verzet eigenlijk, waar hij mensen toe opriep. Maar Mandela was natuurlijk iemand die dus voor gewapende strijd stond. En daar ook helemaal geen geheim van maakte. Nee, toen hij veroordeeld werd, heeft hij gelukkig over 2 uur durende toespraak. Echt, nou, echt adembenemend. En doordat ik dus dat bij ons naast zo op deze man werd afgegeven, nam mijn interesse heel erg toe. Dus het is scherp. Ik raak natuurlijk veel scherper in de vraagstelling. Wat is van belang, weet je? Moet je gaan voor dus geweldloos verzet of gewapend verzet? Nou, dat waren allemaal kwesties die speelden. Het punt was dat niemand in mijn omgeving de enige belangstelling had. De meisjes in de klas waren met andere dingen bezig. Dus ik was helemaal alleen.
Dus er was een heel soort eenzaam iets. Lumumba, dat was een ander iemand die mij fascineerde. Dat was een van de eerste gekozen president in Congo, waar zoveel gruwelijks had plaatsgevonden. En ik zie nog die rotjongens, die buurjongens van ons, die dan door de straat, Lumumba, Lumumba, weet je, dus heel erg denigrerend, afschuwelijke manier. En daar werd om gelachen. Mijn vader stond daar om te lachen. En dat sneed me toch door mijn zin. En waarom weet ik niet precies, want er was zoveel aanknopingspunten, had ik niet. Nou, die eenzaamheid, dat was wel een punt. En pas toen het televisiescherm zich begon te vullen met studenten die in opstand kwamen in Parijs, in Frankfurt, in de Verenigde Staten, in Australië, werkelijk over de hele wereld. Toen dacht ik ineens, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. Met deze gevoelens. Dit is mijn generatie, al deze jonge mensen op de een of andere manier voelen wat ik voel. En dat was het moment dat ik dacht, ik moet hier wegwezen, ik ga daarop af. Dus en toen ben ik naar het station gegaan en heb gewoon de eerste de beste trein gepakt. Onder het motto van, wacht met de revolutie tot ik er ben. Dat was ongeveer wat ik, daar eindigde het boek ook mee. Wat zeg je? Ik vond het zo jammer dat het boek toen uit was. Maar ik werk aan het vervolg. Ja. We komen zo bij jullie. Ik heb nog twee dingen waar ik even naarartoe wilde. Dus inderdaad, en toen stortte je eigenlijk in alles wat er leefde op dat vlak. Ja. En dat leidde uiteindelijk ook tot je betrokkenheid en belangrijke rol. Ja, later. Want die apartheidsstrijd. Laten we inderdaad, ik ben zeker benieuwd naar hoe. Nou, ik wil jullie ook allemaal graag bij betrekken. Ik wil het nog even ook over IJmuiden hebben en over de actiebeweging nu. In IJmuiden speelt natuurlijk van alles. We gaan morgen hebben ook nog een meeting over Tata Steel onder andere. En over de klimaatbeweging die nu af en toe toch tegenover de arbeiders of het gewone volk wordt gezet. Ik hoorde dat jij ook binnenkort in IJmuiden, hè, ga jij daar, de IJmuidenaren, is dat het, ga jij toespreken, terwijl waarschijnlijk tegelijkertijd een actiekamp van allemaal jonge mensen ook op diezelfde plek is. Ja, wil je misschien even wat met ons meedenken van hoe kunnen we nu, het lijkt af en toe wat van elkaar af te staan, die twee werelden, hoe zouden we dat weer een beetje bij elkaar kunnen krijgen? Ja, nou, het is wel belangrijk om het op de juiste manier neer te zetten. Want het is namelijk niet van dat er kampen een beetje tegenover elkaar staan. Er is ongeveer een oorlogssfeer in IJmuiden. Je moet niet vergeten, ik woon in IJmuiden. Ik woon er midden tussen in mensen die dus bij Tata werken. Of je werkt bij Tata, of je zit in de staal, of je zit in de vis. Weet je? Dat is het. En deze mensen, dat is vaak generaties lang al, dat ze daar werken. En dat is niet een slecht bedrijf. Er is natuurlijk zoveel strijd geleverd. Zoveel de vakbond is daar zo, vakvereniging is daar zo actief geweest. Dat het dus echt. Dus dat bedrijf betekent heel veel voor deze mensen. En nu in één keer, laat ik zeggen, zo wordt het dus ervaren. Nu in één keer zijn er in Wijk aan Zee, dus aan de overkant, in die dure, chique huizen, daar zijn dus in één keer mensen uit Amsterdam komen te wonen. En die hebben last van de lucht. En laat ze dan oprotten. Weet je. Wij wonen hier altijd, dit is ons bedrijf. En zo. Nou, dat is allemaal nog. Dit gaat zo keihard toe. Dat de spanning is ook zo groot. Ik denk niet dat het verstandig zou zijn van mensen uit Wijk aan Zee om op straat in de Muiden dat te gaan roepen. Ik denk dat gewoon mensen aangevallen worden. Hmm. Dit is zo uit elkaar gegroeid en er is zo weinig gedaan om de twee kampen, weet je, bij elkaar te brengen. En hoe kan de klimaatbeweging of mensen die dit straks kijken, die bezig zijn met Extinction Rebellion of met de klimaatrechtvaardigheid, wat kun je ze nou meegeven? Want jij weet niet alleen veel van het IJmuiden nu, maar ook van het IJmuiden toen. Ja. Wat kun je ze meegeven om wel wat meer, wat minder oorlog en wat meer naar elkaar toe? Ja. Nou, het krankzinnige toeval wil, dus dat er is in IJmuiden jaarlijks het havenfestival. Dat is ons grote ding, weet je. Er gebeurt nooit wat in IJmuiden, maar het havenfestival is er. Laat dat nou net, dat is 24 en 25 juni, dat is nou net het weekend, dat dus in Wijk aan Zee trouwens, dus een enorme massabeweging van burgerlijke ongehoorzaamheid en zo, georganiseerd is. En toen ik dat zag, dacht ik, waarom niet even een beetje toch, weet je. Het had misschien verstandiger geweest om het in, denk ik hoor. Want
Ik spreek namelijk op, ik ben al een beetje de hoofdmoot van dat havenfestival. Ik zeg het oude, het enige gerestaureerde historische gebouw spreek. Grote, ja, 200 man, absoluut uitverkocht, reken maar. En daar komen ze mee. En daar ga ik ze dus vertellen wat ik net een beetje vertel, maar veel uitvoeriger. Dus over die geschiedenis, want daar gaat het mij om. Dus in Muidenaren, dus al die mensen die bij Tata werken, die moeten begrip krijgen dus van hun geschiedenis. Weet je, wat voor strijd of ze hebben geleverd. Het activisme wat er altijd is, is geweest en waarvan ze dus geen kennis hebben. Maar het zal dus een extra lading krijgen, doordat er wat aan de overkant van het kanaal. En ik weet natuurlijk niet hoor, of mensen van plan zijn om dus op dat havenfestival ook actie te gaan voeren. Want daar, eigenlijk moeten die mensen aan de overkant van het kanaal ook die geschiedenis kennen. En de kracht die er natuurlijk ook onder de IJmuidenaren. Ja. Nou, dat had natuurlijk al eerder moeten gebeuren. Het is nu al een stuk moeilijker. En misschien niet dat weekend, maar in de aanloop naar het verder opbouwen van de strijd. Ja, zeker. Het is zo van ongelooflijk belang. Er is een toneelstuk geschreven door Christine Otten. En ik ben daar ook geweest. Dat is op het Hoogoverterrein. Vind ik van wekenlang, avond en avond uitverkocht geweest. En daar zaten dus mensen van de Hoogovens, mensen van de klimaatbeweging. Die ontmoeten elkaar daar. En de argumenten over en weer waren mooi in dat stuk verwerkt. Dus dat vond ik een hele goede poging. En ik denk dat het meer. Ik heb het niet. Ik heb het. Ik kan niet. Het is. Het is zo'n ingewikkelde kwestie dat je dus echt heel erg lang zou moeten nadenken over hoe je dus deze mensen die daar werken en die zich namelijk aangevallen voelen in hun bestaan. Hè? Ja. Nou, we hebben er morgen ook een speciale meeting over. Ja. En ik denk dat dit een heel belangrijk thema ook morgen wordt, want als we ze niet meekrijgen daar, heeft het voor zin natuurlijk? Hè? Dit zijn ook de mensen die daar de dingen produceren. En het punt is, het ligt in elkaars verlengde. Als er ook goed geluisterd wordt naar de mensen die dus werken bij Tata en die dus zelf ook met ideeën komen van wat er gedaan kan worden om dat bedrijf in een versneld tempo groen te maken. Ja. Want ik wil, weet je, mensen die zomaar roepen van sluiten die hap, dan weet je echt niet waar je het over hebt. Ja. Buiten dus de 9000 mensen die daar werken, wat denk je wat er met dat terrein aan de hand is, zeg? Daar kan je nooit meer, daar kan nooit meer wat mee gebeuren. Dat is 2 kilometer de diepte in vervuild. Dus het is beter om daar op dat terrein wel degelijk wat te houden. Maar het moet, en waar de klimaatbeweging zo belangrijk in zou kunnen zijn, is om de druk op de ketel te houden. Snap je? Maar het liefst samen met de mensen. Nee, daarom. Ja. Hey, als je dus de arbeiders van Tata het recht geeft en het respect toont naar deze mensen voor hun lange werkervaring. Door ze te betrekken bij ideeën, weet je, voor wat kunnen we doen om dat versneld te vergroenen. Dan kan dus de klimaatbeweging zo. En dan lopen ze meteen naar je over ook weer, om de druk op de ketel te houden. Dat is natuurlijk wel van heel groot belang. Nou, want dat is in die toppen natuurlijk van. En daarbij zou ook de discussie bijvoorbeeld, moet zo'n bedrijf niet genationaliseerd worden? Ja, ik ben daar zelf wel een voorstander van. Ja. Laten we het hier even bij houden voor het eerste stukje. Dankjewel. En dan wil ik heel graag nu. Je krijgt sowieso de ruimte op het einde nog, maar misschien nu ook rechtstreeks op de vragen. Laten we gewoon kijken wie er wat aan je wil vragen. En een beetje water. Ja, precies. Wie zou er wat willen vragen of voorleggen of opmerken? Ja. Super bedankt voor het boek. Ik heb het gerecenseerd en je gaat de recensie natuurlijk binnenkort lezen. Ik vind het zo heel mooi, inderdaad, als het gaat over jezelf. Ik kan heel veel vertellen natuurlijk ook hebben wat je oma en je moeder hebben betekend. Maar wat ik een heel interessante fase vind, je hebt het net ook al verteld, is hoe je ontwaakt. Ik weet niet hoe je dat precies moet noemen, dat jij eigenlijk latent aan het kijken bent van goh, er klopt iets niet in de wereld. En hoe kan je er iets tegen doen? En ik denk dat iedereen hier in de zaal zich ook wel herkent in dat soort momenten. En in deze context is het misschien wel grappig om een persoonlijke anekdote te vertellen. Ik denk dat ik het nog nooit heb verteld. Maar Nelson Mandela was in Nederland in 1999. Ik studeerde in Groningen. Ik was nog niet politiek actief. Dat was pas na 9/11 gebeurd. En ik dacht, ik ga proberen om die man te zien.
Dus ik ben gaan rekenen van wanneer moet ik de trein pakken. Die trein heb ik gepakt. En ik kwam aan op het Binnenhof en hij kwam langslopen. Het heeft echt 30 seconden geduurd of zo. Ja, maar dan heb je inderdaad zo een held gezien. Later begreep ik wel iets meer over hoe de democratisering van Zuid-Afrika ook wel neoliberalisme heeft ingehouden. En dat het niet helemaal een vlekkeloos proces is geweest. Of, misschien een beetje een understatement hoe ik het breng. Maar dat zijn van die dingen die mensen doen om helden te zien of geïnspireerd te raken of aan het zoeken zijn naar hoe je bij kan dragen aan verandering. En ik vind luisteren naar je verhaal. Ik bedoel, zo gaaf dat je de verhalen kent uit je familie, uit de CPN. En dat je dat hebt meegenomen ook dan weer richting het operatie Fula. En hoe je al die ervaringen hebt mee kunnen toepassen zelfs, zeg maar. Het is eigenlijk een stuk van hoe je ziet dat de geschiedenis gewoon levend gehouden wordt. En dat we nu naar je mogen luisteren is gewoon helemaal geweldig. Ik wou eigenlijk een vraag stellen, want ik vind je boeken heel gaaf. Ik heb nog niet alles gelezen, maar ben op weg. Maar ik vind het als docent Nederlands en ik kijk naar de Nederlandse literatuur, is het heel snel marketingsnelle jongens en dat soort verhalen. Ik vind dit heel erg ontbreken. Er zijn wel een paar mensen, Roxanne van Ypres schrijft wel interessante boeken, denk ik. Adriaan van Dis hebben we natuurlijk gezien op je feest in februari. Ik wil jou de vraag stellen van, zijn er schrijvers naast jezelf, iedereen natuurlijk, de boeken lezen van Cordy, maar zijn er schrijvers in Nederland, misschien in België, want ik denk dat België wat interessanter is, waar jij denkt van ja, goed, gaaf, lezen. Oeh. Het is een beetje een, je hebt haarfijn het probleem op tafel weten te krijgen. Het is werkelijk, ik zit dus bij een uitgeverij, keurige uitgeverij, Atlas Contact en zo, allemaal. Ik ga niet meer naar de borrels en dat soort dingen. Ik zou niet weten waar ik over moet praten met deze mensen. Ik deel niets met ze. En ik zou, en dit is een beetje gewoon onder ons, zou ik maar zeggen. Ik heb zoveel problemen gehad om dit boek gepubliceerd te krijgen. Sinds 1992 zit ik bij Tilly Hermans, dus ook van de uitgever, eindredacteur ook van Adriaan van Dis en Nelleke Noordervliet, Oek de Jonge zo. Nou, we zijn zo'n clubje en ik hoor daar ook bij. En het. En zij heeft dus Operatie Fula, en dat wilde ze natuurlijk heel graag uitgeven. Lekker sensatie, weet je, ondergrondse strijd en zo. En daarna, nou goed, om de een of andere reden had ze met dit boek ontzettend veel problemen. Het is dus inhoudelijk, is het een enorme strijd geweest. En dat ging echt op een manier dat ik helemaal akelig werd, weet je, van, we aan de telefoon dus soms, weet je. En zei ze, ik heb het gelezen, dat is dat hoofdstuk 5 of 6 of zo. Ja, kunnen er niet wat stakingen uit? Deden ze wel iets anders dan oproer en verzet? Weet je? En dus op een toon, en ik zit dus midden in het schrijven van dat boek. En zij weet hoe je iemand onderuit kan halen, weet je. Als je dus in dat proces zit en zo. En ik had ook verder niemand, weet je, met wie ik echt over die inhoud kon praten. En zij is belangrijk, want zij is de laatste filter eigenlijk. En het is een hele. En ze vond er eigenlijk geen donder aan. Ik bedoel, er moet iets over vrouwen zijn. En weet je, eigenlijk moeten alle boeken een beetje op elkaar lijken. Want dat is dan makkelijk, dan kan het in een categorie geplaatst worden. En, zo. En dit was nou een boek, en linksig. Hè, en ze had toch al zoiets van, met wat er allemaal in Oekraïne gaande is. En dan kom jij een beetje met zo'n boek. Dus dat ik dacht, mensen, hou op. En toen kregen we nog allemaal problemen. De revolutie van Pelle. Ik heb er nog eens goed over nagedacht, maar kan het dan niet zijn de dochters van Pelle of zoiets? Of de vrouwen of iets. Ik zei, Tilly, de revolutie van Pelle. En als je het niet begrijpt, dan spijt het me, maar niks. Ik zei, ik trek het boek alsnog terug. Kortom, er kwam een hartstikke forse ruzie. En ik heb die laatste maand, het is echt, want ik vind het wel een beetje lullig geworden, maar ik bedoel, de laatste maand is gewoon verschrikkelijk geweest. Niemand nam het ook verder voor me op. En er waren een paar jonge medewerksters. Ik zei, laat het dan eens aan anderen lezen. En dan, jonge medewerksters bij de uitgeverij. Ja, ik vind het wel interessant hoor. Ik denk, dat is ook een lekkere start.
En goed, de revolutie van dat mocht er dan in. Maar je ziet dus dat het een beetje wat kleiner is. Hè? Dus pellen lekker groot en dan ook een beetje kleiner. Dat we niet te veel hebben met alles wat er in Oekraïne gaande is. Ik bedoel, het niveau, weet je. Hij is gelukkig heel goed ontvangen, het boek. Ja, nee, dat vandaag zelfs in de Volkskrant. Ja. Dus ze hebben er echt helemaal naast gezeten. Ja, dat is wel lekker. Heel erg lekker, heel erg lekker. Maar goed, mag ik even iets vertellen, want tuurlijk, ik heb het nog even iets van tijd. Dan snap je waar dat feestje waar Janneke aan refereerde, hoe dat in gekomen is. Toen zoiets van, nou, was het boek alles klaar en zo. Van, ja, maar, en wat wil je dan met de presentatie? Ja, eigenlijk doet niemand meer hoor, er komt geen hond. Er komt geen hond. Weet je, er is helemaal niks meer en zo. En ik dacht, dat denk ik dan. Hè. Dus ik werd zo ongelooflijk pissig. Ik zei, ik wilde, je hoeft nergens over in te zitten. Ik regel dit helemaal zelf. Ik had ook iets van armslag, omdat ik had altijd een werkbeurs, anders kan ik helemaal niet leven. Maar door de corona en zo en alles, hè, was er iets, had ik heel zuinig kunnen leven. Nou, en ik had wat over. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Weet je waarom er niemand meer op die presentatie komt? A, zijn al die boeken allemaal hetzelfde, gaan allemaal over hetzelfde geneuzel. En ze nodigen dan, gaan ze dus de collega's uitnodigen en wat familie. En die komen dan met een man of 30 of zo en die hijsen zich dan even binnen de kortste keren vol en dat is het dan. En dan gaat iedereen met een beetje weet je, hangen, dan gaat weer uit elkaar. Nou, en dan is het 2 weken dat boek een beetje wat en dan zakt het weer weg, klaar. En er komen zoveel boeken uit, dat maakt geen donder uit, want af en toe zit er eentje tussen. En dat is genoeg voor zo'n uitgeverij. Nou, dus ik dacht, ik zal jullie. En dus ik dacht, ik ga een enorme presentatie organiseren. En de brakke grond, hartstikke leuke mensen zitten daar. Daar ben ik mee in overleg gegaan. 300 man kon erin. En ik dacht van, geen één collega, buiten Adriaan van Dissel, die heeft me altijd gesteund. Adriaan. En voor de rest alleen maar mensen die ik dan via Facebook ken. Die iets aardigs over mijn boeken, mijn schrijven hebben gezegd. En zo ben ik bezig geweest om alles, weet je, door de tijden heen. Dus al die namen. En die heb ik allemaal netjes een berichtje gestuurd van, luister eens, mag ik je e-mailadres, want ik wil je graag een uitnodiging sturen. En al die mensen waren allemaal zo enthousiast. Die zeiden allemaal van, oh wat fantastisch, ik word nooit voor zoiets gevraagd, wat leuk. En zo heb ik er dus, en ik had er veel meer, want er waren bijna 400. Dus ik moest nog helaas nog wat teleurs. Maar goed, 300 man zat afgeladen vol in de brakke grond. En ik dacht, ik ga dit hele boek presenteren met muziek. Er zit natuurlijk zoveel, weet je, ik noemde net al die Spanje-strijders. Nou, dit heb ik dus 2 zangeressen uit Barcelona, die hebben ingevlogen. En die hebben daar 2 odes aan die internationale brug. Oh, tranen, iedereen. Dus die heidebewoners, een prachtige duo had ik uit Groningen, had ik daarvoor. Die met een accordeon, heel schitterend, dus over die eerste arbeidersstrijd gezongen. Ik had 2 Amerikanen met een banjo, die, weet je, Pete Seeger, het grote vakbondslied. Come on. Join. Nee. Grote vakbondslied. Nee, helemaal niet. Nee, het schiet me zo te binnen. Hij was even weg. Nou, ja, zo had ik dus door de hele tijd heen. Margriet Eshuis, ken u nog wel, zangeres. Die, echt in een week voordat ze overleden is, had ik nog contact met haar. Want zij wist van dit feest, omdat zij echt een diehard steuner is van mij ook. En, en zij heeft een enorm groot koor. En dat ze zei, en het koor dat gaat helemaal de jaren 60 zingen voor je. Weet je? Dus dat hele ontwaken van mij, dat zou haar koor. En dat was toch een man of 35, een vrouw of 35. En die hebben daar gezongen, jongen, fantastisch. 71 artiesten. Dus we hadden natuurlijk Hans Mannenveld, de acteur, heeft Domila Nieuwenhuis. Ik ben zo vrij geweest om zelf een speech te schrijven. Althans, opgebouwd uit delen van zijn. Het is een prachtige speech. Wat zeg je? The revolution will not be televised. Babs Gons. Ja. Dat was ook fantastisch, hè? Jullie waren er, ja. Ja, het was werkelijk, het was zo. En het liep allemaal achter elkaar. En Tilly zat dus voorin. Oh,
Helemaal verbijsterd. En Adriaan was totaal briljant, zoals hij dan altijd is op zulke momenten. Na ieder nummer kwam hij overeind en riep, bravo, bravo, bravo. Het was werkelijk een... Nee, het was een hele... Het was zo een zoete wraak, kan ik je zeggen. Oh, okay. En die zaal was echt helemaal... Ja, en toen, weet je, het is niet alleen... Dus de geschiedenis via de fantastische www.delver.nl, die je dus weer, weet je, zelf controle over die geschiedenis en zelf uitzoeken wat er gebeurd is. Maar ook zo'n presentatie. En het boek ook. Ik doe dat niet meer. Ik ga niet meer netjes meedoen. Met volgende feestje horen we graag wanneer dat is voor je volgende. Ja, dat klinkt wel heel fantastisch. Ja, reken maar. Even kijken, ik ga even naar andere vragen eerst. Ja. Ja, wat u net zei over, vond ik interessant over het publiek waar u voor schrijft. U noemde die buurman die vroeg of u wel niet al te veel moeilijke woorden erin. En ik denk dat misschien voor sommige mensen literatuur met een linkse inslag misschien een beetje belerend kan zijn of zo. Houdt u daar rekening mee of hoe zet u de juiste toon? Want dat vind ik niet van uw boeken bijvoorbeeld, maar hoe zet u die toon neer dat het toegankelijk is, niet preken voor de eigen parochie, maar ook niet belerend voor mensen die niet links zijn. Ja. Ik moet de vraag even herhalen, hoor ik net voor de camera. Ja. Dus je hebt het gehoord, het gaat erom, de vraag is eigenlijk van hoe zorg je voor linkse boeken, of dat kan soms wat belerend overkomen, en hoe zorg je dat een beetje daar weg blijft? Ook denk ik, refereerend aan wat je eerder zei, dat ook je buurman denkt, nou, dat is een mooi boek, toch? Ja. Ja, dat is toch wel... Het gaat eigenlijk vrij makkelijk. En het gek is omdat ik midden in IJmuiden woon. Dus dit zijn mijn buurt. Ik ben gewoon deel van die gemeenschap. Ik hoor daarbij. En als ik met een karretje in de supermarkt loop, dan komt er geheid iemand naast me. En die begint daarvan... ik wil nog eventjes tegen u zeggen dat ik van dat boek over die kanaalgravers echt absoluut fantastisch. Maar mijn opa... Weet je, en dan zo. En dan, weet je, dan kun je dus op allerlei mogelijke manieren... Ik zit wel te roddelen hier, maar goed. Bijvoorbeeld met Connie Palmer die dan tegen mij zegt... En dan ga je daar niet op in, hoor. Je moet een beetje jezelf beschermen tegen die mensen. En dan denk ik, rot op. Ik wil deel zijn van die gemeenschap. En ik ga daar wel op in. En ik nodig mensen trouwens ook uit bij mij. Want dan weet ik, weet je... Want ze komt dan over de opa praten. Maar ondertussen maakt ze mij deel van wat er leeft onder de bevolking. En dat is dan heel erg bepalend natuurlijk voor... dan heb ik er geen enkel probleem mee. Het is namelijk heel makkelijk om een boek helemaal vol te plempen met ingewikkelde lange constructies en zo. Maar en hoe waren die teksten van Recht voor Allen dan? Want dat was ook een krant die gericht was ook op deze mensen, toch? Was dat moeilijk te volgen? Of zitten daar scheldwoorden in? Of hoe, dat was wel stevige taal, hoor. Maar het is natuurlijk een beetje lastig om het echt te beoordelen. Omdat natuurlijk het Nederlands toch wel iets anders werd gehanteerd. Dus, maar het is volgens mij is het wel heel, heel toegankelijk. Ik bedoel, Sjaan Zwijtser, ik had niet de indruk dat hij nou naar de universiteit was geweest. En dus die. Maar ik heb het eigenlijk altijd gewild, weet je, dat dus de boeken toegankelijk waren. Ik heb ook geen ambities, weet je. Ik hoef geen prijzen of zo, geen literaire prijzen. Ik wil gewoon dat mijn boeken in de bibliotheken staan. Want ik behoor wel tot die kleine groep schrijvers waarvan zo gauw als er een boek uitkomt, gaan alle bibliotheken bestellen. En je wil dat het gelezen wordt. Dat is het enige wat voor mij echt telt. En dat het toch wel, het moet wel een beetje fatsoenlijk zijn. Ik bedoel, het moet wel een beetje niveau hebben. Want je gaat niet, ik ga niet op mijn knieën zitten of zo, weet je. Ik wil wel gewoon een mooi, goed geschreven, goed geconstrueerd boek afleveren. Omdat die mensen dat waard zijn. Ja, en dank je Corrie voor je inleiding en voor het boek. Ik hoop dat je een betere uitgeverij gegund wordt in de komende tijd. Ik kom zelf uit Beverwijk, opgegroeid als noord, letterlijk onder de hoogovers. Ik ken de hoogovers uit een rood bolwerk. Ik heb daar ook bij de bussen binnenkwamen met de krant gestaan, de CPN. En dan waren de arbeiders die de chauffeur dwongen om te stoppen, want die krant is voor ons in het verjaardag. Ja. Dat was een vanzelfsprekendheid. Waar ik bang voor ben met de actie die Greenpeace nu doet en Extinction Rebellion, en ik ben zelf actief ook bij Extinction Rebellion, is de eendimensionaliteit. Data is vervuilend, dus sluiten. Volledig voorbij gaan aan de mensen die hier werken.
En waar ik bang ben is dat simplisme de werknemers in het rechtskamp doet. Ja, diplomatisch iets dingen pakken ons werk af. Ja. En ik begreep van Roel dat het stemgedrag binnen wat nu Tata is, ja, dat het ook heel erg die populistische kant op gaat. Ja, en de muiden ook. Misschien dat je daar iets over kunt zeggen. Ja, ja, dus goed dat je dat. Oh ja, sorry. Sorry, heel kort samenvattend, hè, vanuit jou, je komt uit die hoek, weet ook nog dat het daar rood was, de hoogovens, en dat het daar vandaan komt. Waar je bang voor bent is dat het door de klimaatactivisten, dat het wat eendimensionaal over zou kunnen komen, simplistisch over zou kunnen komen bij de mensen die daar werken. En dat wellicht bijdraagt aan, of dat, hè, je vraagt je ook af, hè, het feit dat er nu toch wat rechtser wordt gestemd of populistische. Wat is jouw analyse daarvan? Pak ik hem zo goed samen? Misschien moeten we straks gewoon even met de microfoon anders naar de vragen. Dat kan ook, ja. Het is goed dat je het opbrengt, omdat een van de redenen waarom ik met dit boek begonnen ben, is dat ik gewoon zo diep gechoqueerd was dat niet alleen de PVV, maar zelfs ook Forum voor Democratie, dat zit gewoon in de raad bij ons, weet je. Is overal weer weg, maar bij ons niet. Dus dat er, dus wat het gevolg is van dus deze clash, is dat dat heel veel mensen inderdaad heel erg naar rechts opschuiven. En dat is een heel gevaarlijk iets. En daarom dacht ik van, als we nou een beetje mensen laten zien wat de geschiedenis van. En dat was ook mijn idee, dus voor die 4 en 25 juni. Dan heb ik echt, weet je, een groot publiek. Dat is dan in IJmuiden. Dus twee keer 200 mensen. Dat is wat IJmuiden betreft. Want die lullen er allemaal over met elkaar. En dan wil ik dat dus ook gewoon zeggen. Ik wil ook benoemen dat is het gevaar van rechts. Zelfs extreem rechts. Wat je licht ziet opkomen. Dat te lijf gegaan moet worden door een betere kennis van de geschiedenis. Weet je wel, ik ga gewoon even. Kan ik deze meenemen? Dan loop ik even naar achter. Maar het gaat om de audio. Dit is hem. Okay. Ja, wil jij dat doen? Dan achterin was een vraag. Ja, ik ben heel erg geïnspireerd door de manier waarop je je eigen geschiedenis aan het onderzoeken bent. En ik heb ook gelijk die website opgezocht en allemaal leuke dingen al gevonden, tijdens de meeting hier. Want wat ik zelf heb ervaren, ik ben natuurlijk actief bij de Internationale Socialisten al een hele tijd. Maar sinds kort ook bij de Algemene Onderwijsbond, dus een vakbond. En daar vertelde ik over. En toen begon mijn vader ook allemaal verhalen van zijn verleden te vertellen, dat hij stakingsleider was. En die verhalen had ik nog nooit gehoord. Ik wist wel dat hij een beetje PvdA was en natuurlijk, hij was Lasser, dus altijd wel daar actief. Maar wat hij precies allemaal gedaan had, dat wist ik niet. En mijn ouders zijn natuurlijk al wat ouder, dus dit inspireert me wel om ze dan maar te gaan interviewen, om toch die geschiedenis te behouden. Dus dankjewel voor deze inspiratie. Nou misschien nog even over Tata. Ik ben zowel in de vakbeweging als in de klimaatbeweging actief. Dus zit ook een beetje met die tegenstelling, hè, die misschien helemaal niet nodig is. Want ik dacht, er moet toch ook een middenweg zijn. Hè? Je stelt voor nationaliseren van Tata, daar zou ik ook erg voor zijn. En de milieuactivisten zeggen van die fabriek moet meteen dicht, want er zijn nu eigenlijk gifwolken en zo. Maar uiteraard willen de mensen die er werken hun baan behouden. Ik dacht, bij corona deden we dat ook. Hè? Dan sloten we de horeca, maar werden de mensen gewoon doorbetaald. Zou je zoiets bij Tata ook kunnen doen? Dat je zegt, nou, we sluiten wel onmiddellijk die fabriek, gaan hem ombouwen. Betekent misschien dat die een jaar of vijf dicht moet. Maar in die tijd doen we in ieder geval iets voor de werknemers. Vergelijkbaar met een coronafonds of in dit geval een staalfonds of weet ik veel. Hè? Dat je wel ook de mensen die er werken ook in gedachten houdt, hè? Dat die ook betrokken zijn. Zou dat een oplossing zijn? Of hoe zie je dat zelf? Wat is de middenweg? Wacht. Oh ja, moet weer terug. Ja. Mijn eerste reactie, mijn eerste gevoel vooral. Nee, weet je, omdat er is een bepaald soort trots. Het maken van staal is een enorm ingewikkeld en niet makkelijk proces.
En die mensen, dat is het eerste wat je opvalt. Mensen die dus werken bij Tata, bij Hoogover zeg ik ook trouwens het liever, hebben een enorme trots ten aanzien van datgene wat zij maken. En hoe, weet je, en de plek die ze hebben, het, en er is een heel erg soort samenhorigheidsgevoel, omdat zij met elkaar dus het geweldige product maken. Het is een hele indrukwekkende industrie. En als je dus die mensen gaat zeggen van, nou jongens, weet je, we gaan de boel dicht en jullie krijgen wat centen. Nou, ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk toch dat het, dat als het mogelijk is om te zoeken naar een groene oplossing, dus met heel veel druk, dan wel degelijk van de klimaatbeweging. En misschien met sluiten van een aantal hele extreem vervuilende factoren, kan ik niet helemaal overzien. Want zo gauw als je gaat praten met mensen die er werken, die zeggen dus, kijk, ik zie het natuurlijk iedere dag. Hè? En ik heb een windvaantje om te weten van of de wind uit Noordwest komt, want dan gaat bij mij alles dicht, weet je. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het laatste jaar heb ik de indruk dat dus die vervuiling een aanzienlijk stuk minder is. Goed, ik ga er allemaal niet op in, want ik kan daar niet. Ik ben naar die voorstelling geweest van Christine Ott. En daar ook na afloop staan praten met mensen. En toen viel het mij ook op, die grote hoeveelheid vrijwilligers die daar was. Om dus die voorstelling mogelijk te maken. Allemaal gewoon Hoogover mensen die dus in hun vrije tijd dat nog voor het bedrijven. En dat is iets waar respect voor moet zijn. Waar het om gaat is om deze mensen in te schakelen in het geheel. Er moet een soort proces ontwikkeld worden. Nou goed, en de vakbeweging heeft dat natuurlijk een beetje met groen staal. En om te kijken van hoe dus de twee factoren, dus de mensen van Tata plus de milieuactivisten, wij natuurlijk ook allemaal zijn, ik ook hoor. Want ik heb dat jarenlang ingeademd. En ik ben COPD-patiënt geworden ook wel. Dus ik weet wel wat ervan. Maar dat, ik wil niet zeggen dat het. Maar goed, het moet dus ja, met elkaar. En dat, maar het, op deze manier, er wordt onvoorzichtig mee omgesprongen. Ik denk nu heel erg naar over hoe ik dat ga doen natuurlijk, die 4 en die 25. Ik zit daar straks voor die mensen. Als daar buiten gedemonstreerd wordt, dan raakt mijn activistenhart natuurlijk ook verscheurd, als het ware, weet je. Dus ik wil wel gaan proberen om daar iets te zeggen tegen de mensen die. Want ik ga ook niet, weet je, ja, ik kan niet zomaar één kamp kiezen. Dus ik wil daar nog wel eens goed over nadenken. En ik hoop van harte eerlijk gezegd dat ze niet op dat havenfestival gaan demonstreren. Maar dus in Wijk aan Zee wel. Dat, waarom niet, weet je, dat kan heel prima zijn. Ik heb nog verschillende vragen uit de zaal bij de achterin. Ja, ik wil nog even teruggaan naar de hele solidariteitsbeweging in de strijd tegen apartheid met Zuid-Afrika. Het is eigenlijk allemaal voor mijn tijd en ik heb ook nooit echt heel veel over gelezen of zo, dus ik weet er vrij weinig van. Maar wat ik heel interessant vind is dat het lijkt, maar ik weet niet of het waar is, dat er in Nederland echt veel solidariteit was vanuit de linkse beweging met Zuid-Afrika. Niet alleen hier met acties, maar ook ja, bijvoorbeeld u zelf die daar naartoe ging of andere Nederlanders die daar een belangrijke rol hebben gespeeld. Terwijl aan de andere kant de Nederlandse staat natuurlijk eeuwenlang aan de kant van apartheid heeft gestaan in Zuid-Afrika. Nederlandse bedrijven ook toen de tijd. Dus ik wilde eigenlijk nog wat meer over horen van hoe de linkse beweging in Nederland daarmee bezig was en waarom dat kwam eigenlijk dat ze die solidariteitsprotesten opzetten. En ook wat de rol was van Nederlandse bedrijven en de Nederlandse staat. Heel goed, ja. Gaat wel lukken. Ja, ik ga toch een beetje een kort antwoord, want het is natuurlijk een hele lange geschiedenis. De reden waarom, kijk, toen ik nadat ik op de trein was gestapt met de revolutie tot ik er ben, toen ben ik in Amsterdam terechtgekomen. Daar gaat natuurlijk ook het volgende boek voor een deel over. En in aanraking gekomen met Zuid-Afrikaanse ballingen en zo. En daar is dan die anti-apartheidsbeweging uit voortgekomen. Maar voor hetzelfde geld hadden het Chilenen kunnen zijn. Of weet je, iedereen was in die tijd, of iedereen die ik kende, dat waren studenten, jonge mensen, was betrokken bij een solidariteitsbeweging. En het was natuurlijk de oorlog in Vietnam. Er was natuurlijk enorme demonstraties tegen. Het waren een veelvoud aan activiteit. Je kon iedere week wel ergens terecht, weet je. En het was heel groot en heel intensief.
Het is ook echt heel dramatisch eigenlijk hoe dat na de hand toch wel ingezakt is. Alleen die anti-apartheidsbeweging is wel overeind gebleven. Een reden kan zijn is dat er natuurlijk een heel erg nauwe band was tussen Nederland en Zuid-Afrika. En dat heel veel mensen toch het gevoel hadden van, weet je, hier zijn wij wat meer verantwoordelijk voor. Weet je, hier moeten we wat meer steun. En ook wel omdat die anti-apartheidsbeweging, wij waren enorm vindingrijk ten aanzien van activiteiten. Want kijk, het was een anti-apartheidsbeweging, maar ik was daar zelf een heel groot voorstander van. Maar het moest niet alleen maar anti zijn. Het ging er ook om pro iets te zijn. En wij waren pro de bevolking van Zuid-Afrika. En dat wil zeggen over alle kleuren. Hè? Dus het was niet, wij waren niet een uitsluitend pro-zwart beweging of zo. We waren natuurlijk voor een multiraciaal Zuid-Afrika. En we hebben de culturele activiteiten die na de hand zo handig bleken te zijn. We hebben dus enorme grote culturele festivals georganiseerd. Waar honderden Zuid-Afrikanen uit het land gesmokkeld werden. Om dus in Amsterdam op alle podia, dus weet je, de meeste. Dus een presentatie van wat het land eigenlijk was. En dat soort dingen maakten heel veel indruk. En daarbij. En dat is wel een punt. Ik heb er ook altijd heel duidelijk gemaakt, dus dat wat mij persoonlijk betrof, dat wij wel stonden voor een socialistisch Zuid-Afrika. Het was dus niet alleen maar uitsluitend van weg met de apartheid, wat natuurlijk altijd het eerste doel was, maar dat er wel degelijk nog een stap verder ging. En dat is, en dat is natuurlijk na de hand. En dat wil ik in dat volgende boek ook wel echt gaan behandelen, van hoe dat. Ja, hoe het zo verkeerd heeft kunnen lopen. En zo dramatisch. Als je nu naar Zuid-Afrika kijkt, weet je. Dit hadden we niet verwacht. We waren ook wel romantisch, weet je. Ik dacht ook hoor, dat we net als in Cuba op een tank, weet je. Dat we de Pretoria zouden binnenrijden. Nou ja, een beetje, niet echt natuurlijk. Maar toch wel, weet je, we hadden toch wel grote verwachtingen. De linkse beweging was enorm. Het links was zo sterk binnen het ANC. En dan zie je dus van, maar goed, het was ook de tijd gevricht natuurlijk, weet je. Dus de Sovjet-Unie viel, die steun viel helemaal weg. En dat is heel rampzalig geweest. Dus toen kwamen de Amerikanen binnen en de Britten, en, nou ja, alle usual suspects, die stonden vooraan. In Nederland, ik vergeet het nooit, dat wij hadden zo lang actie gevoerd. En het eerste die daar een leuke pontificaal naar voren had, was koningin Beatrix. Dat was enorm ineens ook. Bleek in één keer, hoewel hoofdaandeelhoudster of groot aandeelhoudster van Shell, was het toch gewoon enorm altijd geweest. Zij is het maar altijd enorm anti-apartheid geweest. Ja, nooit van gemerkt, ik nog, maar goed, zij. Dus dat was, weet je. En dus in één keer zag je het dus gewoon helemaal. Dus en dat is van heel op Zuid-Afrikanen ook heel dramatisch geweest. En dan in één keer steken alle elementen de kop op, weet je, binnen zo'n beweging. ANC was een hele brede beweging. Er werd altijd gezegd van, ja, communistenclub en zo. Dat was helemaal niet waar, weet je. Ik wist wel, het was een hele brede, politiek heel brede club. En die de macht grepen, ja, dat waren degenen. Ik vergeet nooit, ik was met een vriendin, waar ik echt jarenlang mee gewerkt heb. Hartstikke leuk, fantastisch links mens. En het was voorbij, zal ik maar zeggen. Dus de strijd was geleverd. Dus de verkiezingen waren geweest. En ik werd uitgenodigd. Ik was een keer in Zuid-Afrika en ik werd bij haar uitgenodigd voor een dinertje. En daar zat aan tafel iemand van de Wereldbank. En nog iemand van de Wereldbank. En iemand van de Amerikaanse ambassade. Ik was helemaal. Je kent het wel, het gevoel dat het bloed uit je gezicht wegtrekt. Dat je helemaal. En ik keek naar het en zo. En toen zag ik ook nog dat er inmiddels een hele grote Mercedes voor de deur stond. Echt de meest flauwe, weet je, en goedkope tekenen van dat iemand echt uitverkocht had. Heel dramatisch was dat. Moeten we heel erg van leren. Volgende revolutie moet echt zijn. Wat dankjewel, fantastisch, hè? Want het hier vooraan Allereerst wil ik zeggen dat ik ontzettend genoten heb van je boek, veel ervan geleerd. En ook van het enthousiasme waarmee je vanavond hier mee over spreekt. En dan heb ik twee vragen over die clash, zo dreigende clash tussen de werknemers van de hoogovens en de klimaatbeweging. Is er misschien een manier waarop vanuit de medische hoek die mensen voorgelicht kunnen worden, dat het echt ernstig is, dat het niet alleen maar iets was, ik ruik wat vieze lucht.
En dan heb ik nog een vraag. Oh ja, over die anti-apartheidsbeweging. Heb je enig idee of het misschien in de nabije toekomst een anti-apartheidsbeweging op zou kunnen bloeien voor Palestina? Dat over die uit die medische hoek, dat, kijk, ik denk niet dat je moet denken van dat de mensen die bij Tata Steel werken, dat een beetje naïeve mensen zijn, niet goed geïnformeerd. Ze weten het zelf ook. Ja. Maar het is, kijk, als je iemand vol aanvalt en wegzet als dader ongeveer, als mededader, dan drijf je wel een heleboel. Je moet niet mensen die in principe in jouw kamp horen weg van je afduwen. Nee. Dat is les nummer 1. En dat is dus iets wat... Maar ik hoop maar dat daar gewoon oplossingen voor gevonden. Ik ga er zelf in de komende week ook heel erg over nadenken. Omdat nog even om terug te komen op dat volgende boek bijvoorbeeld. Ik dacht van, weet je, dan ga ik leuk schrijven. Dus ik van in een muiden, 75 jaar oude vrouw, blikt terug. En dan denk ik dus aan die eerste wilde acties die wij voerden. Dus bijvoorbeeld, er was een Zuid-Afrikaanse rugbyteam. Dat kwam dus ergens in een zwembad, een waterpolo-team. En dat was de eerste actie waar ik aan deelnam. En ik had meteen een jongen gerekruteerd die rookbommen kon maken. Dat is tegenwoordig. En in verschillende kleuren. Ik was dodelijk verliefd op die jongen, want ik wilde rookbommen maken. En de verfbommen. Je voorstelt dat we dat deden. Dus dat was een enorm groot buitenbad. Helemaal allemaal publiek. Dus uiteraard een wit Zuid-Afrikaans team tegen een Nederlands team. Dat bad heette trouwens het Zwarte Plasje. Maar goed, hoe gek kun je het krijgen? En daar gingen we dus... Ik gooide dus een verfbom. Het is verschrikkelijk. Verf in het water voor zo'n beetje. Maar goed, het was wel... alle kranten, de televisiekamers erbij en zo. Goed, dat was dus gebeurd. En wij natuurlijk, joh, weet je, die adrenaline die je voelt, weet je, als je zo'n actie hebt gevoerd, was fantastisch, weet je, oh, dit was het helemaal. Toen kwamen we dus, was het over of zo, was buiten, wij gingen niet naar een busje, we hadden een busje gehuurd. Activisten uit Amsterdam kwamen dus in Bodegraven, daar was het, in Bodegraven actie voeren. Nou, daar stonden dus een hele bende Bodegravense jongens, allemaal boerenjongens, stevige types. En die zouden wel eens eventjes, wat hadden die lui uit Amsterdam hier te zoeken? Ik moet eerlijk zeggen, omdat het allemaal studenten waren, die zaten binnen de kortste keer in de bus en ik bleef staan. En ik dacht, ik moet wat zeggen, weet je. Dus ik rende naar ze toe en ik begon dus te vertellen wat er in Zuid-Afrika gebeurde en zo. En ik zei, en ik kende jullie helemaal niet. Als ik geweten had dat jullie, weet je, hier waren, had ik meteen gevraagd dat jullie dat eventjes zouden opknappen. Precies, zeiden ze, precies. En dat was een hele belangrijke les, snap je, in hoe ik leer. En dat kwam helemaal uit doodsangst voor. Ik dacht, ze rammen me helemaal in elkaar, weet je, want ze waren echt woedend. En het bepaalde me niet terecht. En sindsdien heb ik dat nooit meer gedaan. Dus een actie waarbij je dus niet de mensen betrekt, weet je, die... Ja. Dus nou ben ik helemaal van slag. Nou weet ik niet meer wat je tweede vraag was. Jij deed het nog wel. Heel moeilijk onderwerp. Iets waar ik echt, als ik nou denk aan een soort kras op mijn ziel, is het Palestina. Vind ik zo erg dat niet... Bisschop Tutu, niet echt mijn allergrootste fan ben ik van, maar één ding wat hij heeft zonder meer gezegd van, de situatie voor de Palestijnen is in een bepaalde manier erger dan die voor ons was. En zij hebben altijd, in Zuid-Afrika bestaat een hele grote Palestina solidariteitsbeweging. Ja. Altijd hebben we ons, Arafat was ook altijd, weet je, op grote internationale conferenties, waren de Palestijnen. Ik kende ze ook niet anders als comrades, weet je. Maar nu... En het is werkelijk niet, en niet makkelijk. Maar het zou moeten, het moet natuurlijk gebeuren. Het kan niet. Dit is, maar goed, dat is niet eens te zeggen. Ik had meneer nog. Hallo, ik kan me goed voorstellen dat u in verschillende situaties bent terechtgekomen met verschillende emoties, soorten. Maar heeft u zich ooit echt verlezen van uw leven? Dat u dacht, oh, hier ga ik dood of zo, hier leer ik het niet meer of zo.
hier ben ik zo geleerd dat ik toch niet meer kan redden. Is er zo'n situatie voor u in uw leven, anti-apartheidbeweging, dan is het niet zomaar iets, hè? Dan kun je u ook zomaar komen hier, het schiet er door, in dat land kun je ook u misschien oppakken. Had je nooit gevoelbaar dat u ooit bang was of zo? Ja, ik had wel, dat was natuurlijk wel reden om bang te zijn. De Zuid-Afrikaanse geheime diensten waren uiterst gevaarlijk. Echt rukzichtloos. En er zijn ook heel veel mensen omgebracht. En er was een speciale haat tegen witte vrouwen. Witte vrouwen die zich associeerden met dus de strijd. Omdat in hun beperkte optiek was dat van met die zwarte mannen, weet je. Dus er zat een vorm van racisme achter. En daarom zijn er gek genoeg relatief veel blanke vrouwen, witte vrouwen, zijn er omgebracht. En naar mij ook. Ik ben vergiftigd geweest. Ik heb er 2 keer een bom. Heb ik zou zelf nog buiten werking weten te stellen. En de waarheidscommissie naar de hand, die heeft dat dus allemaal haarfijn uitgezocht. En dat zijn er uiteindelijk nog meer aanslagen gepleegd die ik niet eens in de gaten heb gehad. Omdat ik enorm voorzichtig was. Dus ik was wel bang. Of niet bang, ik was altijd in een soort gealarmeerd, weet je. Ik was altijd in een staat van voorzichtigheid. Me bewust van dat ze... Weet je, ook niet van denken van nou, wat hebben ze nou weer tegen me of zoiets. Dat is ook onzin. Ik bedoel, je hebt in feite waren we in een oorlogssituatie. Weet je, dus je hebt te maken met een vijand die jou uit de weg wil ruimen. Daar moet je absoluut van op aangaan. En dat is ook, zo is het ook gegaan. En het was heel gevaarlijk, maar het was ook een kwestie van reëel zijn, weet je. De mensen die ik recruteerde voor operatie Vula, de Nederlanders die dan in Zuid-Afrika zelf onder hele moeilijke omstandigheden moesten gaan werken. Je krijgt natuurlijk al een gesprek met mensen, kijken of iemand wel geschikt was voor zoiets. Als ik het idee had dat iemand van zichzelf dacht van, ik ben niet bang hoor, mij krijgen ze niet klein of zoiets. Dan dacht ik, niet goed. Altijd moet je een beetje bang zijn. Dat is veel verstandiger. Dan ben je dus, ben je beter bestand tegen. Nog één hele korte laatste vraag van achterin. Het boek gaat over 3 generaties. En inmiddels ben je zelf ook oma en hebt een kleindochter. En ik vraag me af wat... En in jouw familie is het zo dat het activisme een beetje een generatie heeft overgeslagen, zou je kunnen zeggen. Hoe is het bij je eigen familie? En de vraag is ook een beetje persoonlijk, omdat ik een beetje worstel met... je wilt je kinderen wel een bepaald idee meegeven van de wereld, maar je wilt ze ook niet indoctrineren, zeg maar. Dat ze echt links worden opgevoed. En natuurlijk als ze heel klein zijn, neem je ze mee naar de demonstratie. Maar nu is het zo dat mijn kinderen dat zelf mogen kiezen of ze wel of niet mee willen en waarom en waarom niet. Dus hoe geef jij dat activisme door aan de volgende generaties? Ja, ik ben er ook inderdaad geen voorstander van om je kinderen. Ik heb dat ook wel gezien in mijn omgeving. Dat er dus echt enorm ingedouwd werd, door de strot heen geduwd werd. Dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik kan wel heel trots melden dat aanstaande woensdag vertrekt mijn dochter naar Ecuador. Al waar ze contact heeft met vrouwen. Klimaatactivisten in het Amazonegebied. Dus ze gaat heel diep het Amazonegebied in. En daar gaat ze dus deze vrouwen, ze is schilderes, mijn dochter, ze gaat vrouwen interviewen. En ze gaat toegroeien naar een hele grote tentoonstelling over deze klimaatactivisten. Die echt de meest geweldige wijven, echt fantastisch. Heb ik aangeboden. Oh, 2 weken lang op mijn kleindochter van 5 jaar. Dus, en die helemaal staat te springen van oma komt. Nou gaan we leuke dingen doen. Dus, ik draag zo mijn steentje bij en alles. Ik heb het boek ook opgedragen aan mijn kleindochter Ziggy.
En die er in alles zegt iedereen van, nou, zegt slecht sprekend op jou. Dus die heeft al... En ik heb, nou goed, ik schrijf het boek, ik heb het voor haar gedaan. Maar dat is natuurlijk, ja, ik vind wel dat je... Ik geloof dus heel erg in overdracht. Ik geloof ook helemaal niet dat het zo'n verstandig idee is... Dat wij maar voortdurend denken dat we het wiel moeten uitvinden. Wat een waanzin. Ik bedoel, wat, ook weet je, de onnozelheid. Dat er nu nog steeds van je... Oh, weer een vrouw voorzitter van een politieke partij. Wat geweldig, weet je. Sjaan Zwijtsen was in 1873 al voorzitter van de Sociaaldemocratische Bond in Beverwijk, weet je. En gewoon omdat we dat niet weten. Omdat dat niet met veel trots is doorverteld. En, het, en weet je, wil je verder komen, dan zul je toch moeten bouwen op de ervaringen van degenen die ons voorgegaan zijn. Ik bedoel, het feit dat ik Truus Menger en Freddy Dekker overstegen, die met Hannie Schaft hebben gestreden, dat ik die persoonlijk heb gekend, dat we dus altijd, weet je, met elkaar zaten. En dat Freddy een keertje tegen me zei van, ik vind het zo lekker bij jou, hè. Je bent gewoon echt een soldaat van Mandela, zei ze. Boah, ik heb 3 dagen, liep ik echt helemaal zo rond, weet je. Sof, ik was helemaal vereerd. Ik dacht, jeetje. Weet je, en dat, maar goed, zo behoort het te zijn. En daarom doe ik alles wat ik nog heb aan jaren, zal ik erin stoppen om alle ervaringen die ik heb. Ik wilde ook zo goed en eerlijk mogelijk over nadenken, over wat er in Zuid-Afrika gebeurd is, weet je. Waarom of ik zo teleurgesteld ben en me zo genaaid voel, net als ontzettend veel andere kameraden in Zuid-Afrika, weet je. En waarom het toch niet voor niks is geweest. Weet je, al dat soort vragen, zo, opdat er dus, ja, dat allemaal al een keertje bedacht is en dat uitgangspunt mogelijk kan zijn voor bijeenkomsten zoals dit. Toch? Nou, dat is echt een fantastisch einde. Ik wil als eerste een heel hartelijk applaus voor... Ik wil als laatste nog even opwijzen, maar dat is natuurlijk een open deur, maar dit boek is echt heel erg goed. En ook de eerdere boeken, ik denk dat het voor ons mensen in de beweging, dat iedereen dit moet lezen, omdat het beter is voor onszelf en voor ook naar Extinction Rebellion, antiracisten, om te zien wat er zo lang geleden ook al in Nederland gebeurde en welke lijn, nou precies wat daar net is gezegd, hoe dat ook is doorgegeven en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Maar het is ook een boek dat ik echt zou aanraden, en ook die Witboy boeken trouwens en meer andere boeken, aan juist de mensen die nog net niet actief zijn voor die beweging. Omdat het ook zo toegankelijk is. En omdat ik denk dat heel veel mensen dus ook juist aan je buren, waarvan je denkt, ik wil ze een keer meenemen naar een demonstratie, dan is misschien juist zo'n boek geven. Het komt van Atlas Contact, dus een keurige uitgeverij. Dus ik denk dat je koop het, maar geef hem ook als cadeau. Deze boeken verdienen het om gelezen te worden. En de inspiratie in de strijd die erin terugkomt, heb je zo prachtig neergezet. Laten we allemaal zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Nederland dat lezen. Dus nogmaals, heel erg veel dank. En,